Papa had de pony gewoon al voor mij gekocht. En dan ook nog die nieuwe stal. Weet je wie daar werkt? Laura. Ik rijd nu een paard voor iemand. En? Gaat het goed? Als ik niet snel wat met hem bereik, word ik weer weggestuurd. Hé, ga je straks nog rijden? Hoezo? Omdat het meisje achter de bak vrij is. Je bent nu toch nog niet klaar met rijden? Ik ging net op buitenweg. Wat is er gebeurd? Wat denk je zelf? Moet ik een dokter bellen? Nee, het gaat prima. Nou, het ziet anders niet prima uit. Bemoei je er gewoon niet mee. Ik probeer alleen maar te helpen. Als je dan toch wil helpen, mag je Upsy komen afhalen. Oké. Okay. Lipton, je klopt nog steeds voor geen meter. Ik heb alles al geprobeerd wat ik wist. En de eigenaar bemoeit zich er ook continu mee. Hoi, ik ben Laura. Heb je even? Waarom bel je? Omdat ik niet weet hoe ik je anders moet bereiken. Je bent al een week niet op school geweest. No shit. Waarom bel je? Het gaat niet goed met je pony. Ze is enorm onrustig. Ze wil bijna niet eten en rijdt steeds rondjes.
Ze wordt helemaal gek op stal. Staat ze al die tijd al binnen? Ja. Zet haar erbij. Oké. Top? Ja? We moeten het even over je ponies hebben. Ik weet dat je heel erg van dieren houdt, maar je sponsoren betalen je om wedstrijden te rijden en niet om knuffelponies te houden. We hadden namelijk een klacht van meneer De Wit. Heb je het over Rico en Sanne? Ze hebben geen andere plek om naartoe te gaan. Die Welsh en de Shed misschien niet, maar die andere pony van je kan best weg. Lisa? Lisa? Oh, ja. Zo noemde je haar. Dia. Maar ze is al heel lang bij me. Ik heb mijn eerste wedstrijd op haar gereden. En Sanne was je eerste pony. En Rico was je tweede pony. Ik snap het allemaal heus wel. Maar iemand anders kun je er ook heel blij mee maken. Dus ik wil dat je zo snel mogelijk advertentie online zet. Hoi, pa? Nee, alles gaat prima. Oh, je komt niet kijken. Nee, is niet erg. Nee, pa, ik hoef echt geen les. Nee, een meisje hier geeft me wel wat les. Dat hoeft echt niet. Nee, ik ben niet gevallen. Ik was van de fiets gevallen, dat zei je toch? Ja, is goed. Tot vanavond. Van de fiets gevallen, ja? Waar bemoei je mee? Ik wil niet veel zeggen hoor, maar je hebt een supermooie pony en je verwaarloost haar gewoon. Helemaal niet! Je komt één keer in de week aanzetten, poetst haar nauwelijks en geeft haar geen eens beweging. Jawel, ik zei toch dat ze op de wei mag staan? Ja, omdat ik haar elke dag voor je in de wei zet. Als je het zo goed weet, doe het dan zelf. Prima. Wat? Ik wil graag met je pony werken hoor. Geen probleem. Ik zal morgen beginnen. How's Black Magic doing? She's great. I wonder how Denise is. Call her. Will do. Thank you.
Het gaat niet zo goed met jou, meisje. Hoi, Laura. Wat zeg je? Lotte is ziek? En ja, natuurlijk moet je die medicijnen gewoon accepteren. Ja, ook als ze duur zijn. Lotte heeft die nodig. Ik betaal het wel. Oké, succes. Hi, Emily. Hi. Long time no call. Kinda. Is this a good time? Sure. Are you alright? I'm fine. You're really bad at lying, you know that. I suppose. Why don't you just tell me what's going on? Why would I? Are you having financial problems? Why would you even care? Why are you so angry? What have I done wrong? Well, it's not any of your business. I'm not asking for help or money, am I? And I'm not offering any, am I? It's not going well with me, okay? It's not just the money I'm concerned about. It's also the new horse that I train. But never mind. I don't want to talk about it. Leave me alone. And I certainly don't want to talk about Arrow. If that's what you're calling for. As a matter of fact. Look, Emily, I don't care, alright? Just tell Alice to piss off. But I... Just do it. Goodbye. Do something.
giving you my heart.